Ik ben hier vandaag omdat mijn zus in januari overleden is aan een hersentumor. En we wouden ons inzetten om iets te doen voor kom op tegen kanker. En u rijdt de volledige 1000 kilometer mee? Ja, ik ga dat proberen. Ja. Ik heb gisteren toch al een succesvolle dag gehad, ook al was het rotslecht weer. De benen voelen zwaar, maar we doen ons best. En ziet u het zitten om nog alle dagen te doen? Tot nu toe wel, ja. Als het weer zo blijft, dan is het uiteraard wel fantastisch. Tot nu toe zie ik het allemaal nog zitten. Tot nu toe. Ja, ik hoop dat het zo blijft. Natuurlijk, gisteren de laatste 60 kilometer was iets minder, maar goed. Het hoort erbij. Het is en blijft Vlaamse wegen. Hè. Dus, De rit was heel goed vanochtend. Het was een beetje zwaarder door de rit van gisteren. De benen voelden een beetje zwaar, maar het viel wel mee. De massage van gisteravond heeft goed gedaan. Dit is de eerste keer dat we de 1000 kilometer rijden. We hebben vorig jaar meegedaan met een team waar we 125, een stukje van 125 gereden. Soms was het voor mij wel lastig, ja. Het ging goed snel vooruit en dat maakte het eigenlijk wel leuk. Maar de benen moesten een beetje sterker geweest zijn. Het is een geweldige begeleiding. De ambiance zit heel goed. Iedereen spreekt met iedereen. Het is echt tof om mee te doen. Ik denk dat het voor iedereen wel een haalbare kaart is om mee te helpen, om deel te nemen. De laatste rit van de namiddag heeft me echt deugd gedaan. Ik heb er echt van genoten. Het was echt een leuke, warme, aangename rit. En 500 kilometer lukt, dan moet 1000 nog lukken. Hè. Ik kom zeker volgend jaar terug voor de volledige 1000. Ja, 100% overtuigd.